Kophonger is de titel van de zeer persoonlijke en tragicomische theatervoorstelling van Frank Weidenbos, die gisteravond in première ging in Theater Uniek. Weidenbos, die vanaf zijn jeugd met overgewicht kampt, neemt zijn gasten gedurende de voorstelling mee in zijn gevecht tegen morbide obesitas, oftewel overgewicht die erg schadelijk is voor de gezondheid. Het stuk heeft vooral een bewustwordingskarakter. In dat kader was er voorafgaand aan de voorstelling een mini-gezondheidsbeurs op het terras van Uniek. Anne Hermelijn van ACO Multiservices, verantwoordelijk voor de voorstelling in Suriname, geeft het belang aan van goede gezondheidsvoorlichting. We willen niet alleen de voorstelling tonen, maar we willen mensen ook alternatieven bieden. Van wat kan je gaan doen? Weet in elk geval wat de staat van je gezondheid is. Bloeddruk meten, bloedsuiker meten. We hebben onze partner MyLab bereid gevonden hier te staan. Maar ook, ga meer bewegen. Dat is ook wat we willen gaan promoten. Dus heel simpel met de zondagochtend fietsentours. En ook mensen die zeggen van, ik ben er ready voor. Die kunnen bij Good Food terecht. Ja. En ik heb begrepen dat de voorstelling niet uitverkocht is. Dat klopt. De voorstelling is niet uitverkocht. Wat voor mij doen of voor het doen van ACO Multiservices heel vreemd is. Onze premières zijn altijd uitverkocht. Maar ik besef ook dat het een ander type voorstelling is. Niet dat het spel minder is, maar dat thema best wel een gevoelig thema is. Dus er is huiswerk aan de winkel, hoe we ook met zulke thema's, zulke voorstellingen toch volle zalen kunnen gaan trekken. Maar je bent niet ontmoedigd? Nee, absoluut niet. Ik weet dat dit een lang traject is. De voorstelling staat niet op zichzelf. Ons doel is als ACO Multiservices om mensen aan het bewegen te krijgen, om mensen bewuster te maken over hun gezondheid en uiteindelijk productiever en blijer. In de monoloog Kophonger vertelt Weidenbos over zijn strijd tegen obesitas. Hij woog tot 2009 186 kilo. Na een lange lijdensweg een gewichtsverlies van 81 kilo en op advies van zijn psycholoog koos hij ervoor om zijn verhaal te vertellen aan het groter publiek. In deze solovoorstelling neemt Frank zijn publiek mee in zijn leven van toen en nu. Hij wil met zijn verhaal ervoor zorgen dat mensen nooit worden zoals hem. Volgens de acteur is eten maar een klein onderdeel van het verschijnsel obesitas. We brengen u een fragment uit Kophonger. Dames en heren, mijn naam is Frank Weidenbos. En ik vind het heerlijk om mezelf in te smeren met vaseline. Ik denk dat mijn huid er gladder van wordt, maar ook strakker. Ik weet niet of dat zo is, maar ik denk dat. En ik smeer het ook hier onder mijn armen. Hallo. Ik noem dat mijn Beatrix-arm, koningin Beatrix-arm. Die zwaait ook altijd zo. Frank Weidenbos in zijn nieuwste theaterproductie Kophonger. Het stuk is gisteren in Theater Uniek in première gegaan. Kophonger is vanavond en morgenavond nog te zien in Suriname.